Luisteraars, wij komen uw aandacht vragen voor een programma van het ABC Cabaret. Een titel heeft dit programma niet. Het spreekt helemaal voor zichzelf. En die begint het ABC Cabaret met een schetsje dat natuurlijk wel een titel heeft. Schapen worden onderworpen aan een psychotechnische keuring. Het is geïnspireerd op de bekende psychotechnische keuringen van Van Lennep in Utrecht. De rolverdeling. De heer Van den Berg, Wim Kamp. De heer Brugman, Chris Baay. Mevrouw Goudentak, Corry Vonk. Mevrouw Van de Vechten, Pam Henning. Het geheel speelt zich af op het kantoor van de heer Van den Berg. Het is niet alleen een prachtige positie die ik hier heb, maar het is ook een buitengewoon interessante baan. Zo, en ja. Erg zelfstandig? Zelfstandig? Man, ik ben hier helemaal eigen baas. Waar zit u? Ja. Ja, kijk eens even, dokter Spikkel is natuurlijk de chef van alles. Natuurlijk, maar ik sta direct onder hem. Hij is een man met een zeer brede visie op mensen en dingen. Zoals nou ook bij het uitzoeken van een privésecretaresse voor mezelf, dan moet je niet denken dat hij daar maar ook in de minste mate invloed op uitoefent. Hij laat me totaal vrij. Ja, maar waarom wil je nou eigenlijk dat ik erbij ben als die schapen komen solliciteren? Oh, vergis je niet hoor, de schapen zijn al lang geschift. Ik krijg er maar 2 waar ik uit zou moeten kiezen, maar mijn chef wil absoluut dat ik daaruit de beste kies op mijn eigen zelfontworpen manier. En dat is? Psychotechniek. Ach, psychotechniek. Ja. Zo, daar hoor ik van op. Ja, weet je er wat van? Nee, niks. Nee. Maar er zijn tegenwoordig heel wat grote maatschappijen die hun personeel psychotechnisch laten onderzoeken. Ja, dat weet ik wel, maar dat kost allemaal tijd en geld. Ik heb er zelf een soort studie van gemaakt, waar die Van Lennep in Utrecht 2 dagen voor nodig heeft, doe ik in 10 minuten. Zo? Ja. Daar hoor ik van op. Ja, dat is ook interessant. Hele zaak bewuste projecties hier. Hier, zie je nou bijvoorbeeld 4 verschillende plaatjes, hè? Zie die? Daar laat ik dan mijn sollicitanten een verhaal bij vertellen. Om een fantasie te testen? Nee, niet om een fantasie te testen. Daar gaat het helemaal niet om, dat interesseert me geen lor. Ja, maar waarom dan? Nou zou je natuurlijk denken dat iedereen bij die 4 plaatjes wel een willekeurig verhaal zou kunnen vertellen. En dat is nou net helemaal niet waar. Want praktisch weet iedereen er maar 1, het verhaal van zijn eigen leven. Is gek, hè? Ja, daar hoor ik van op. Ja. En heb je dat allemaal zelf bedacht? Ja. Hè? Nee, nou ja, dat is wat Van Lennep in Utrecht ook doet, zeg. Oh. Ja, maar dit bijvoorbeeld, dat is een test van mij. Als we nou binnenkomen, dan stel ik jou voor als dit is de heer Brugman, oud-abonnee van de Zutphense Courant. Hè? Waar slaat dat nou op? Slaat nergens op. Nou. Helemaal nergens op. Nou. Daar gaat het nou net om. Als ze het slikken, dat is hun kritisch vermogen minimaal. En als ze het niet slikken, dan hebben ze gevoel voor verhoudingen en mogelijkheden. Lollig, hè? Ja, ik zit er wel een beetje van te kijken. Ja, en dan vraag ik bijvoorbeeld welke stad trekt u het meest aan? Als ze dan, laten we zeggen, Amsterdam zeggen, nee, dan begin ik over de Kalverstraat en dan vraag ik, wat valt u op als u loopt van de Dam naar de Munt? Nou, maar dat zou ik wel weten. Nou, zeg eens op dan. Ik weet het ook niet precies, hè? Hoeft ook niet. Helemaal niet? Helemaal niet. Nou, maar. Wacht eens, dan krijg je eerst aan je rechterhand krijg je een kantoorboekhandel. Hè? Ja. Dan krijg je even later krijg je een filiaal in schrijfmachines. Ja. Dan krijg je die grote zaak in kantoorbehoeften. Ja, schrijf maar uit, ik weet al genoeg. Voor jou is de hele Kalverstraat 1 kantoorboekhandel. Ik weet al. Oh. Precies, klopt precies met de analyse van je karakter. Oh, juist. Ja, als je het zo bekijkt, hè. Beste man, je kan het niet anders bekijken. Een mens projecteert voortdurend in al zijn doen en laten zichzelf. Alleen datgene valt je op wat je interesse heeft. Je bent toch typisch iemand die zich interesseert voor, laten we zeggen, kantoorbehoeften. Nou, ja, natuurlijk, je hebt typisch heel andere dan jij natuurlijk. Heb je andere types, die herinneren zich alleen alle winkels in damesondergoed. Ja. Ja, zeg, als je nou eens begonnen met dat onderzoek van die sollicitanten, dat lijkt me netter. Nou, je hoeft niet zo gechoqueerd te doen. Dat waren dames. Oh. Ja. Juffrouw Goudentak. Achterom. Ja, wilt u even binnenkomen? Hou je ernstig, hoor. Ja, natuurlijk. Goedendag, heren. Juffrouw Goudentak, wij hebben alles kennis gemaakt, nietwaar? Jawel, dat is waar, meneer Van den Berg. Mag ik nog even voorstellen, dit is de heer Brugman, oud-abonnee van de Zutphense Courant. Aangenaam, Brugman. Gaat u zitten, juffrouw Goudentak. Beste stoel, hoor. U solliciteert dus naar de betrekking van privé-secretarissen? Jawel, meneer Van den Berg. Nou, kijkt u, dan ziet u hier 4 platen. Ja. Zoals u ziet, het eerste, dat is een man, die staat daar bij het strand. In de bril op zich. Ja, ja, en dan hiernaast ziet u een wat sombere logeerkamer. Ja. Dan een gezellige keuken waar dat meisje binnenkomt, zoals u ziet. Ja. En hier dit laatste plaatje, dat stelt een zwembad voor. En zou u nou bij deze 4 plaatjes een eenvoudig verhaal kunnen vertellen? Nee, dat ligt me niet. Kom, meneer Goudentak, dan moet u zich niet generen. Het hoeft helemaal niet zo'n mooi verhaal te zijn, of grappig, of... Is het goed voor ik vragen, mag mijn privé-secretaresse tegenwoordig een verhaal vertellen? Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Nou dan! Vindt u het moeilijk? Ach, heel draai de hand niet voor om. Nou, ik luister gespannen. Stel een eentje opzij. De volgorde is vrij, hoor. Oh, is zo vrij? Ja. Nou, in de hersens laat ik nachten, hoor. Die man, hè, die keel die aan het strand heeft te turen. Was er van een vent van niks. Maar wacht die kerel op. Die staat met de tijd te verdoen. En thuis zit zijn vrouw te wachten met eten. Alles wordt koud. En hij maar turen en turen. Wow, wat een vent. Kijk, als hij thuis komt, zegt ze het hem ook. Zo bent een vent van niks. Zo bent net als alle andere mannen. Ze hebt niks voor een vrouw over. Kijk hem. Maar daar weet hij niet veel op terug te zeggen. Dus staat met een mond vol tanden. Maar die hele mond vol tanden kan niet eens van zich afbijten. Enfin, als hij uit praat is... en het weer opklaart, gaat in het zwembad. In zo'n zwembad gaat zogenaamd om sport. Maar het is gekletst. Het zijn allemaal meisjes in badpakken. Die stumpers die nog niet weten dat hij de kille zee verkiest boven de warme soep. Lijkt zo'n ideaal, hè? In een zwembad. 100 meter schoolvlak. Maar het eindigt altijd met kroon. Enfin, hij blijft er heel avond hangen. En zij kiest de wijste partij. Ze gaat naar bed. Alleen, op de logeerkamer. Ze denkt bij de eigen, ik had nooit moeten trouwen. Eigen schuld. Ze moest toch zo nodig? U ziet, hè? Draai de hand niet voor om. Juffrouw Hortak, is u getrouwd of getrouwd geweest? Ik kijk wel uit. In één keer verloopt wijs. Met zoiets. De voetbaluitslagen ken ik van 10 jaar terug nooit zijn hoofd. Maar als ik hem uitstuurde om soepgroen te halen... en het begon te regenen, kwam hij 2 uur later thuis. Met 2 gebakjes. Had hij in een lunchroom gezeten...